What up mensen, welkom bij weer een nieuwe video, nieuwe dag, nieuwe kansen, nieuwe meetings en weer nieuwe opnames. Ik heb vandaag 3 meetings en we gaan ook opnames over accepteerde punchline met, als het goed is, Monica Geuze en Bokusam. Ik ben oprecht echt benieuwd met wat ze gaan komen. Beter komen ze met goede shit, want de lat ligt hoog, je weet toch? Dus laten we de dag beginnen met de eerste meeting. En daarna gaan we naar de tweede meeting. En dan gaan we naar Spectre voor de opnames en dan heb ik een derde meeting. Van afspraak naar afspraak, ze stoppen niet. Check je factuur, want die cijfers kloppen niet. Man, man, man. Eerste meeting achter de rug. Duurde tand te lang. En nu ben ik onderweg naar de tweede meeting voor een heel leuk project. En daarna gaan we naar Spectre, man. Besef, ik heb nog steeds niet ontbeten, hè. Weet je hoe laat het is? Het is fucking 2:30, man. Ik heb helemaal geen tijd gehad om te eten, man. Ik hoop dat ze bij S1 even een boterham of zo hebben, want ik ga helemaal dood. Aight, ik ben bij S1. Ik ben geblest. Ik heb boterham met kip curry gesmeerd en krabsalade. En ik ga nu choppen. Ja, wie weet. No! Ik had je niet verwacht dat ik ook een mens ben. Wat? Nee, je bent weer in de vlog, man. Sinds kort poep ik ook. Wat? Ja, man. Ik ben gewoon een mens aan het worden, man. Ik ben nu half mens, half amazing. Jezus. Wat? 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 Jij bent pas wakker. Helemaal niet, man. Helemaal wel, man. Helemaal wel, man. Zo. Zo. Bro. Zo. Deze man. Deze man. Deze man. Zo. Zo, maar wat ik net zei. Ik zeg net tegen Nessie van Kuipuik. Dan zeg ik net zo. Zo, man. Trek je boxer op. Ik wou bijna die 44, 50, 54, 50 pinnen voor Kees. Dit is mijn ochtendstem. Man. Die gooit hij op snap, hè? Nu. Dit is mijn ochtendstem. Pak 14. Dat is het. 16. Hey, Kees. Q. Hey, Kees. Jij moet Mo. Are you ready? Ja. Jij? Ik zeker. Ben je goed voorbereid? Kinda. Heb je Ghostwriters ook betaald? Nee. Nee, zeker niet. Nee. Ik ben leeg. Voorbereid? Ik ben voorbereid, man. Ja? Ik ben voorbereid net een... Ben je Ghostwriters wel betaald? Nee. Maar als je het nu aansteekt, dan brandt het volgens jou een kerst op. Ja. Goed gezien, jullie hadden het moeten zien, man. Ik kom van achter het doek, ik zeg jongens, er is een pak sigaretten dat ik er iemand heb voor me gooien. Ik zag het niet eens, hij gooit het pla, ik zie hem net en op je pak hem met één hand, zo doe ik. Zo ben ik. Het is goed dat je dat op camera hebt, want de mensen thuis weten dit al. I'm amazing. Maar jongens, vang ook niet zo moeilijk, man. Nee, je moet minder dik zijn, hoor. Maar vangen bij Keizer is ook niet moeilijk, toch? Kijk, Shit. Maar gaat deze op vandaag of niet? Gaat deze op binnen nu en een half uur? Ja man. Gewoon binnen de opnames. Ja, maar met Frasie wel. En maar op beeld wordt niet gedronken. Wat zeg je? Op beeld wordt niet gedronken. Nee, klopt. En we gaan beginnen. Ja, wat de fuck wil je nou duidelijk maken, man? Tegen. Oké, jongens, we zijn net klaar met de opnames van Accelerate Punchline. Was tof, was gezellig. Ik werd weer van alle kanten gevlamd, godverdomme. En dat was wel leuk, het waren goede opnames. Ik ben nu klaar met dat. Ik moet naar mijn laatste meeting van de dag bij RTL. En dan ben ik klaar voor vandaag. En dan ga ik lekker naar huis toe. En dan is morgen weer. Ik weet eigenlijk niet eens wat ik morgen moet doen, man. Dan mag ik gelijk mijn agenda checken. Tomorrow. Morgen heb ik waarschijnlijk in de nacht nachtbrakers. En overdag ben ik vrij. Dat is super chill.
Er was dus net iets heel grappigs gebeurd. Ja, jullie moesten er echt bij zijn. Moesten er echt bij zijn, dat was geweldig, dat was top. Ja. Nee, maar goed, ik... Unvloggable. Unvloggable, ja zeker. Hi Poppy. Dat dacht ik ook. Nessim! Oh ja, back. Nessim, kom! Nessim, je zei dat je single was! Ik had een meeting met RTL. Helemaal niet. Had geen meeting met RTL, hij is vreemd gegaan. Ja, jij gaat echt ooit mijn relatie kosten, ik zweer het. Zee, papito. Ik heb 8,50 euro betaald voor 6 kleine zulke kipstukjes. En jij hebt spijt. Ja, heel erg. Nu heeft mijn kind geen eten. Dankjewel, dat doe je. Is dat nou Big Doughboy? Oh, lekker een Big Mac. Ik ben wel blij. Ja, ja, ik ben wel echt blij dat ik een Big Mac van mezelf heb gehaald. Zo, nee, zeker niet. Je hebt geen Big Mac van jezelf. Hey. Bro, dat is met chili chicken, man. Oh. Zo. Ja, ik proef van deze gewoon 2 ronden in de lamp heeft gelegen. Die rode gloeilamp waar je kuikens mee warm houdt. Zeg maar, als je een kuikens onder die gloeilamp zet, krijg je gewoon een kipnugget over een uur. Kijk, er zit nog mijn friet in, hè. Ik eet altijd eerst mijn friet en dan pas het vlees. Nee. Jawel. Ik vertrouw jou niet meer. Waarom? Als mensen je kan toch niet gelijk met het hoofdgerecht beginnen, gekkie. Die burger is nog warm nu. Gekkie, zijn nou echt gek? Zijn nou gekkie? Ja, we zijn dus gewoon aan het kijken hoe we aan het eten zijn. Top, top content dit. Kan ik ook wel. Nou nee, ik mag strijden voor die beats. Nog even een frietje. Pak, pak, pak. Pak bos vol. Wauw. Wauw. Je kan niet zo dippen, man. Nee. Ja. Meneer was wel zo boos. Om het feit dat ik te veel geld uitgaf aan buiten eten. Dat ze gewoon een lunchpakket voor me ging maken. Alsof ik een kind was. Zo'n boterhammetje met een banaan en een koekje. Nigger, kom op. Kreeg je er ook zo'n flesje bij, zeg maar. Je weet toch wat we met die deksel zo. Toen frist die. Ja, frist die erin. Maar dan die neppen. Moet je nog frieten. Ja, maar ik gun je tenminste. Waar is die Big Mac? Oh, die zo. Op mijn schoot. Weet je wie ook daar zat op je schoot? Die ene chick van die optreden. Ja, maar ik vond het niet meer leuk, want ze zat eerst op jouw schoot. Maar ze zei al tegen jou van, bel me, heb je nog gebeld? Ja, ze zei ook dat ik beter was dan jij. Ja, zeg maar, had ze je nog gebeld? Ja, 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 maar ze kreeg een wisselgesprek. Ja, wie dan? Ja, jij. Oh, je moet trouwens altijd even zeggen dat het een grapje was voor de mensen. Ja. Je krijgt niet hoor. Nee, maar ruiken. Nee, je gaat raar. Nee, je gaat één dit doen of zo. We gaan echt niet. Wallah, geef me één hapje. Zo, de eerste ook? Zeg, Wallah, ik krijg de eerste hap. Wallah, je krijgt de eerste. Zo! Ik gun gewoon. Dit is wel broederschap, man. Ik gun gewoon. Maar wow, kies maar waar. Daar. Met te veel brood. Ja, maakt niet uit. Oh, dit is wel, dit is lof, man. Niet zo grote hap, hè. Hey, ik zie al, zeg maar, hoe jij het klaar hebt staan, dat jij één domme hap gaat nemen. Durf het niet, want we gaan nog één rondje doen. En dan koop ik nog een Big Mac. Laten we een hap nemen, jongen. Een hap nemen. Ik stap uit. Mmm. Kom op, man. Mmm. Kom. Dat wou ik helemaal niet. Ik ga nooit meer aardig doen. Kom ik nergens mee. Welk station moet ik je afzetten? Naast mijn huis. Het eindstation. Besef gewoon dat we gewoon weer gestopt aan de zijkant van de weg. Auto gewoon weer een ongeluk, man. Precies voor mijn neus. Man is gewoon in de berm gereden. Die hele lantaarnpaal ligt er gewoon uit. Gewoon daar volgens mij die paal gewoon geraakt. Tok. Naar hier. Broer, ik heb zo'n goeie strijder. We zijn aan het helpen hier met de auto. Ja, maar mensen kunnen niet rijden, toch? We vloggen. Ja, man. Hey, ik wil tenminste op die vlog. Ja, je komt wel in mijn vlog. Hey bro, ik wil één ding zeggen. Wees dankbaar dat je leeft. Ja, man. Gelukkig. Wees dankbaar, man. Die is van mij. Bro, ik ben gewoon verkeersleider geworden hier, man. Probeer gewoon verkeersleider geworden. Ik moet iets verder even aanhouden, daar. Ja? Gekke waggie, man. Is hij eruit? Ja, hij is eruit, man. Lekker, man. Ja, kan hij rijden? Ja, rij maar. Bro, die hele lantaarn eruit, alles. Cool. Hoi. Hoi. Diplomaten. Ja, dat is zeg maar die, weet je, van politiek en zo. Hé, jongens.
broer. Hey, gaat je goed, man? Gaat je goed? Wanneer komt die vlog online? Wil je nog wat zeggen in de vlog? Hey, voeg toe op Insta, app, zet ik jou neer, weet je toch? Lekker, we moeten bij de wegenwacht gaan werken. Of niet? Dat zou een goeie zijn. Yo, de... Daar gaat het heel heel. Bro, maar besef, die hele lantaarnpaal ligt eruit, hè? Maar die lantaarnpaal ligt daar op de grond gewoon.